hier staan we dan dus bij de LGS All-in-One. En ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik het zo zie, volgens mij is het gewoon alleen een cv-ketel, of niet? Nou, op het oog lijkt dat wel zo, Dick, maar we hebben een verrassing. Achter het toestel, achter de cv-ketel, zit namelijk jouw binnendeel van jouw warmtepomp. En op die manier uiteindelijk is het heel simpel. De ketel gaat weg en we gaan een complete combinatie op dezelfde plek krijgen, waardoor je uiteindelijk ook een compactheid gaat creëren. Dus all-in-one, alles past op dezelfde plek waar de ketel uiteindelijk heeft gezeten. Op die manier uiteindelijk creëren we een heel mooi product. We hebben dus een speciaal klep hiervoor inzet. Als we die open doen, daar kunnen we direct komen bij de kamerthermostaat. Dus eigenlijk helemaal aan de voorkant direct. Als je deze clip even naar de zijkant doet, dan zien we hierachter de besturingsautomaat van de ketel. En dat hele mooie gele vlak wat je hier bovenin ziet zitten, daar zit de besturingsautomaat in van de warmtepomp. Dus compact, maar alles bij elkaar.